De marine luchtvaartdienst in Den Helder bestaat 100 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een reunie en een herdenking van de slachtoffers die het leven lieten tijdens missies en oefeningen van de luchtvaartdienst. Als de kransen zijn gelegd, vliegen als eerbetoon aan de slachtoffers 5 helikopters over in een missing man formatie. 1 helikopter blijft achter. De herdenking maakt indruk op de oudgedienden. Voor hen is het een belangrijke dag. Ja, uitermate belangrijk. We hebben dus beide bij de marine luchtvaartdienst een 30-tal jaren gediend. We hebben namelijk ook collega's, vrienden en kennissen verloren bij de marine. Vooral met onze brachtste vliegtuigen in Nieuw-Guinea omgekomen zijn. Dat was een hele moeilijke tijd geweest. Er heerst vooral trots op de dienst die ook nu nog een belangrijke rol speelt. Als je dus nu naar Sint Maarten kijkt, dan was de Koninklijke Marine onder andere met een helikopter direct ter plaatse. Natuurlijk hebben we een prachtig verleden, hè, waar we natuurlijk vaak dergelijke inzet hebben gehad. En het is natuurlijk een voorrecht dat we daar nu de mensen van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius kunnen helpen en assisteren. Niet te vergeten, het zijn de ogen van de vloot. Dat is dan ook meteen de titel van het boek dat vandaag is verschenen. Oren, ogen en tanden van de vloot. 100 jaar marine luchtvaartdienst. Een van de schrijvers is Anne van Dijk, de laatste vaandeldrager van de dienst. De titel zegt het al. De marine luchtvaartdienst is opgericht omdat de marine al heel snel door had dat zo'n vliegtuig aan boord de lange arm kon betekenen en een enorme uitbreiding was van de afstand waarop je verkenningen kon uitvoeren. En al heel snel kwamen ze erachter dat er ook torpedo's onder zo'n vliegtuig gehangen kunnen worden. Met andere woorden, het schip kon op veilige afstand van een grote vijand onder zeeboot blijven, terwijl het vliegtuig, ook bijna onkwetsbaar voor een onderzeeboot, een torpedo op zijn dak kon gooien. Maar er staan ook persoonlijke verhalen in, dat is ook de kracht van dit boek, omdat in dit boek de mens centraal staat. Ik heb zelf het meeste gevlogen met de linkshelikopter. En dan zit je midden op zee, op de oceaan, met een zustervergat. En dan heb jij net dat rotorblad nodig dat aan boord van zijn schip in de hangar is opgeborgen. Hoe krijg je dat? Dwars door de kist heen gestouwd met matrassen. En zo zijn we teruggegaan naar het schip waar ik dan aan boord was. En een paar uur later hadden onze boordwerktuigkundigen die kist weer helemaal operationeel. En konden weer oorlog gevoerd worden, geoefend. Komt er nog een boek 200 jaar MLD? Nou, ik sluit niet uit dat er ooit nog eens een vervolg komt op dit boek. Een heel mooi begin van dat boek zou zijn de NA90 die 2 weken geleden zeer nuttige diensten heeft uitgevoerd na de orkaan Irma op Sint Maarten. Want het was de eerste helikopter die daar verkenning kon uitvoeren om de schade in beeld te brengen. Dat zou een mooi hoofdstuk 1 zijn van het volgende boek. Plus.